Danny, gefeliciteerd met de 3-0-overwinning op Barendrecht. Tevreden met wat je hebt gezien vandaag? Ja, absoluut. Vooral de eerste helft. De eerste helft heb ik echt heel goed Kozakken Boys gezien. Heel veel druk vooruit. Tegenstander totaal niet in het spel laten komen. Dus op dat moment staan wij denk ik absoluut terecht voor bij rust. En dan de tweede helft maak je snel 2-0. Toen vond ik dat we even een fase wat moeilijker kregen. Kregen ze eigenlijk volgens mij wel 1 of 2 kansen. Dan weet je met onze kwaliteiten voorop dat als een tegenstander ruimte gaat weggeven, dat wij ook gevaarlijk kunnen worden. En dat bleek ook wel een fantastische individuele actie van Moreira met een geweldige goal. Ja, dan 3-0, dan weet je dat de wedstrijd beslist is. Ja, het was zo nu dan ook een erg harde wedstrijd. Ja, je moet wedstrijden spelen om te winnen en dan moet je de grens opzoeken. En de scheids moet bepalen tot hoeveel je mag. Dan moet ik wel zeggen dat die man vandaag echt in mijn optiek gewoon een echte mindere dag had. Ik heb een paar overtredingen onbestraft gelaten waarvan ik denk, hoe is het mogelijk? Daar moeten wij maar misschien dan niet meer te veel naar kijken. We moeten naar onszelf kijken. Ik kan de jongens een groot compliment geven vandaag. Met name hoe we de eerste helft gespeeld hebben en in de tweede helft nog een bepaalde fase. En ik bedoel, als je met 3-0 wint van Barendrecht, dan moet je gewoon dik tevreden zijn.